Goedendag. Ja, we krijgen een warm weekend met de hoogste temperatuur op zondag. Maar het zal zeker niet zonovergoten zijn. Straks meer daarover natuurlijk. Wat te maken met een prachtig avondrood donderdagavond. Foto van Peter van de Gevel uit Rotterdam. De komende nacht opklaringen, overal droog. Het is rustig in de regio. Temperaturen zo'n 13 of 14 graden en dat bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Nou, met die zuidwestenwind wordt warme lucht op zaterdag aangevoerd. Maar het is niet alleen maar zon. Een mengelmoes krijgen we van zonnige perioden en wolkenvelden. Dat komt ook door een zwakke storing die in de loop van de dag over zal trekken. Temperaturen oplopend naar 23 graden landinwaarts. Een graad of 21 aan zee ja, en dat bij een matige zuidwestenwind. En zaterdagavond blijft het nog lekker lang warm, dus dat is ideaal weer natuurlijk voor de barbecue. Nou, we gaan eens kijken naar de zondag. Dan is de zon af en toe te zien. In de ochtend droog, in de loop van de middag met name in de oostelijke helft van onze regio kans op een onweersbui. Meer naar het westen toe lijkt die kans wat minder groot. Temperaturen landen tot 26 graden aan toe. Dus het zal ook wel wat benauwd aan gaan voelen. Ja, en de wind waait matig tot vrij krachtig. En die komt erbij dan uit het zuidwesten. Maandag, dinsdag en woensdag wordt het helaas wisselvalliger. De meeste buien verwacht ik op woensdag. Temperaturen dan ook dalend naar 18 graden. De wind die neemt iets af en die draait erbij dan naar het westen. Ik besluit natuurlijk met vooral veel blauw, want ja, zaterdag en zondag toch tussen de bewolking door zal de zon te zien zijn. Nou, weerfoto's. U kunt ze insturen, dat heeft Sande van de Winden uit, uit Beierland ook gedaan. Ja, naar weerfoto.rijmond.nl. Maar dat kan tegenwoordig ook via de website van Rijnmond. Ik wens u een fijn weekend toe en heel graag tot maandag.